Ik ben een carrière begonnen in capoeira. En ik was even aan het oefenen. Inspiratie is of ik weet het ook niet meer. In ieder geval, Oei, het is je boy QC. En welkom alweer bij een nieuwe video. En vandaag gaan we weer reageren op de favoriete TikToks van kijkers. Jullie kennen het concept. Kijkers taggen mij constant in TikTok filmpjes of ze sturen het naar me toe. En die gaan we vervolgens beoordelen. Zo simpel dat het is. Zo simpel dat het klinkt. Nee. Zo simpel als het klinkt, zo simpel dat het is. Goed, laten we beginnen. En abonneer. Dank u schön. Oké, daar ben ik in getagd. I think we are made for each other. Ja, dit ziet er niet uit als een paracetamol. Vooral niet aan deze kant. Maar goed, wat gaan we zien? Ja, kom op, man. Kom op, ja. Ja, man, ik wil in die stukken gaan. Oh, man. Ik dacht wel van, ja, weet je wat? Ik ga me gewoon sterk houden. Ik weet niet wat ik ga zien. Maar ja. Soulmates. We hebben precies dezelfde ogen. Iemand zegt ook in de comments, I agree, ja, man. Oh man, dat gaat diep. Oh, die comments maken het altijd erger, jongens. Ja, aan de andere kant, jongens, ze post dit ook zelf, snap je? En ze zegt er soulmates en ze filmt het zo. Ja, wie zijn wij dan om er niet om te lachen? Ik probeer mijzelf te redden van mijn karmapunten die al zwaar in de min staan. Ik kan beter zeggen, geen karmapunten. Ja. Jullie fokken me op, man. Even een kleine onderbreking voor mensen die nog meer toffe content willen zien. Want seizoen 2 van de Gentleman's Club is in volle gang. Het programma wat ik samen presenteer met mijn kleine grote vriend JJ Boske. En nog beter nieuws, de eerste 3 episodes zijn al te zien op het kanaal van Day One. Zo krijgen wij bijvoorbeeld een voorproefje van hoe een wereldster reist. Worden we in de watten gelegd en vliegen mee in een helikopter. En dat vond ik niet heel fijn. Hey, rustig bij die stop hier, straks raak je dit aan en vliegen we... Ga nou weg! We hebben de duurste horloges mogen testen, proeven samen de hoogste kwaliteit kaviaar en drinken hele dure koffie. En in episode 3 gaan we zelfs het water op, varen we op een hele dure jacht van 1,5 miljoen en was ik vooral heel hard aan het werk. Pas op! Dus ja jongens, dit wil je niet missen. Check de link in de beschrijving. Daar vind je het kanaal van Day One. Vergeet ook niet gelijk te abonneren en geniet van de episode. Want ja, JJ en ik samen, jullie kennen de combinatie. Dat is allemaal heel gezellig, maar ook vooral vlammen. Dus nogmaals, dit wil je niet missen. En dan gaan we nu weer terug naar de video. Oké, wat zien we hier? Een of andere DJ op een markt of zo? You're late to work, who gives a fuck? Oké, klik het dan. Fuck you, boss, I'm late. What you gonna be doing about it? Dit is een feit. I'm late, you gonna fire me? There's no one else here, bitch. Late. Zijn boodschap is heel duidelijk. De boodschap is heel duidelijk. Zeg maar, ja. Maar dit is wel een feit, hoor. You're late to work, who gives a fuck? Hey bitch! Hij ook een goede danser, iedereen doet mee. Fuck you, boss, I'm late. Ja, hier word ik vrolijk van. Ik hou van dit soort dingen, vooral van dit soort diepgaande teksten. En dan heb je al die motivatiekanalen. Wat heb je daaraan als je dit hebt? To work, who gives a fuck? Oh, deze man wil ik ook bij bruiloft hebben, man. Oh. Oh, niet schrikken. We gaan schrikken. Ah, man, waarom ga ik hier stuk op, man? Dit slaat nergens op. Ah, man. Jongens, ik ben gewoon teleurgesteld in mijzelf. Zo jammer dit, zo jammer. Oh ja, deze heb ik gezien, jongens. Deze heb ik gezien. Kijk, even... Oh, meneer? Ah, man. Dat ging lekker. Die ging even breakdancen. Meneer, er ligt nog een pan op de grond. Oh, even kijken. Oh, mooi. Maar volgens mij gaat het wel goed met hem. Dus, ja. Even zien, os. Ja, ik kan dat niet uitspreken, uil in het Engels, man. L in het Engels is ol. Ol. Even zien, ol. Ja, man, ik vind dat zo moeilijk. Aals. Ja, volgens mij is het aals. Even zien, aals. Kissing each other. Heb ik nooit gezien. Ik weet ook niet of ik dit wil zien. Ik heb dat ook nooit afgevraagd. Ik wist niet eens dat uilen kussen met elkaar. Oh, dit is ook, die gaat los. Ja, dankjewel voor deze video, maar wat heb ik eraan?
Het enige wat ik eraan heb is wanneer iemand een keer naar me toe komt en die zegt tegen mij: hé, Q, heb je ooit eigenlijk wel uilen zien kussen? Dat ik dan kan zeggen: ja, heb ik gezien toevallig. Ja, ziet er gek uit, hè? Ja, ja. Fijne dag, Penny. En jij ook, man. Ja, dank je. Niks aan. Hou mijn A-rap, mom wants me to walk after him up the floor. Ja, ik denk bij elke moeder wel, hoor. Bij elke moeder, mijn moeder ook. Als ik de vloer net had gedweld, mocht ik er niet eens op lopen. Dan dacht ik, ja, mam, hoe kom ik dan bij de bank? Wat moet ik doen? Ja, dat zijn zware keuzes als kind zijn. Ah, ja, leuk dit. Leuk. Zijn er meer mensen die dit herkennen? Perfect example of personality overlooks. Jongens, dat geeft me wel herinneringen, man. Waarschijnlijk zit er dan een hele dikke computer in. Zie je? Ja, het is koude dik. Ja. Ik kan jou vertellen, mijn computer zag er niet zo van binnen uit. Jongens, de mensen die zeg maar nu, zeg maar, mijn leeftijd hebben die ik vroeger had toen ik mijn eerste computer kreeg. Jullie hebben het luxe. Jullie hebben het echt luxe, man. Mijn eerste computer zag er echt zo niet uit. Ten eerste omdat er gewoon totaal geen geld voor was. Ten tweede, in die tijd had je niet zulke computers. Dat was er niet. Waar je games zo snel kon spelen, zo snel kon downloaden, alles erop en eraan. Maar we moesten het echt met shit doen. Ik moest films downloaden met soms 20 kb per seconde. Sommige mensen weten niet eens wat kb is. Maar weet je, dat is nog ver onder MB. Maar aan de andere kant was wel genieten. Vooral als je een film had gedownload en na een week was die klaar en dan kwam je erachter dat het niet de echte versie was. Dat was mijn jeugd. Maar in ieder geval, als je zo'n kast als dit hebt gehad, dan ben je OG. Dan ben je OG. Oké, hier hebben we een beste man die Fortnite aan het spelen is. En waarschijnlijk dit als mij zijn tong uit zijn bek heeft. Niet dat ik daarom ben getagd. Kijk hier. Geconcentreerd. Ja, ik... Die Mike, joh. Oh, pas, ja. Ik zie wel wat van mezelf erin terug. Wat is dat voor schil? Want ja, ik weet dat ik ook best wel wat geluiden maak. Maar niet zulke geluiden. Of ik heb het zelf niet door. Ah, oh, baas. Niet Mikey dit, niet Mikey. Because tonight will be the night that I will fall for you. Ja. Over again. Don't make me change my leuk, mind. Leuk, leuk. Ik weet het dus, ik heb al zoveel verschillende varianten van dit gezien. Waarbij een kat of een hond of weet ik veel, iemand waarvan je het niet verwacht, zo'n kapsel heeft en dan hoor je dat liedje erbij. Op een gegeven moment heb je het wel gezien, maar het is wel leuk om te zien. Dus zeg maar, je kijkt het, daarna heb je zo'n glimlachje en dan scroll je gewoon verder. Dat is zo'n video. He turned into a whole dog. Ja, maar dit wil ik zien. We veranderen er erg in het dagoe. Oh man. Ze was in ieder geval heel boos. Ik weet niet wat de situatie hier is. Dit is waarschijnlijk ergens bij een school. Hij heeft iets gedaan wat haar boos heeft gemaakt. Vervolgens zegt ze... Oh, maar er komt nog een liedje achter. Ja, je ziet het al aankomen. Ja, mooi dit. Mooi. Er zitten weer lekkere TikToks in. Hè. Bro, drop her off in stijl. Oh, twee hamsters op een scooter. Oh, de hamster is lid. Ik zeg je eerlijk, die hamster even is, man. Ja, man. Dit is, nog twee spinnings en hij is weer door. Bro for cut, he's a baby. Zo is het te smekken. Zo, maat. Dat was een serieus, hoor. Dat was een serieuze pomper. Als zo'n baby dat doet, ja. Die heeft zelf ook denk ik niet door hoe hard hij slaat. Maar ik sluit niet uit dat adoptie ook in de optie staat. Dus... ja. Waarom? Waarom, jongens? Waarom? Waarom zie ik ook altijd dingen die ik nooit heb gezien? Ik heb nog nooit twee uilen zien kussen. Nooit gezien. Heb ik ook nooit hoeven willen zien. Heb ik niks aan. En vervolgens krijg ik een capybara in een kapperstoel. Maar ja, net wanneer je denkt alles gezien te hebben. Oh man, ik wil hier niet om lachen, man. Weet je
dat nog het ergste van alles is. En daar ga ik gewoon heel eerlijk over zijn dat het liedje me ook gewoon erbij pakt. Misschien zonder liedje had ik het minder grappig gevonden. En dat maakt het misschien nog ergens erger gewoon. Want het liedje gecombineerd met een capybara in een kappenstoel. Die wordt geknipt door mevrouw. Ja, dat ik daar stuk om ga. Wie verzint het ook, jongens? Hij zit ook gewoon rustig in die stoel gewoon lekker te kauwen. Met niks aan de hand, joh. Beste man kent geen stress. Man, them is mad. People ask what car do I drive. I say BMW. Black man walking. Ja, is dat leuk. Is leuk bedacht. Dat is mooi. Ik dacht in eerste instantie dat hij met een of andere oude auto zou komen of zo. Maar ja, dit is mooi bedacht dit. De Black Man Walking. Maar kijk hoe sad die ook kijkt erbij. Ja, leuk bedacht. The boys playing Fall Guys. No way, they're playing Fall Guys right Maat. Oké, okay, dat zag ik niet aankomen. Ik wou net gaan zeggen van, dit is toch leven. Hier droomde iedereen toch van dat je met Matties gewoon zeg maar in één kamer iedereen zijn eigen tv aan het gamen was. Dat was dus jongensdroom, man. Jongensdroom. Fall Guys right now. Maar dit zag ik niet aankomen. Ja, leuk bedacht. Ik dacht echt dat ik een stuk om moest gaan. Ik vond het meer gewoon tof om te zien. Dan dat ik dacht, oh, haha. Maar leuk. Greece. What was dat? Wat? Greece? Ja. Toen ik Bessie al in zijn auto zag en ik hoorde de muziek, dacht ik al, ja, zoiets gaat gebeuren. Ja, is leuk bedacht. Zeg eerlijk, die tune is wel aan. Goeie tune. Jongens, waar kijk ik naar, verdomme. Ik ben soms zo teleurgesteld in het internet. Oh, jee. Dus als ik het goed begrijp, is een man aan het jong leren met appels, wat best wel knap is. Ik bedoel, 31 jaar later kan ik nog steeds niet jong leren. Maar ja, deze man dacht, weet je wat? We moeten iets erbij toevoegen. Laten we de appel bijten terwijl we hem in de lucht aan het gooien zijn. En dan krijg je dit. Maar dit is... ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Dit is iemand zijn vader. Dat moet je even indenken, jongens. Maar ik moet wel zeggen, ik ben wel nu benieuwd of hij alle appels opkrijgt. Blij. Besef. Dus je moet denken, hè, je moet en jong leren, je moet bijten, kauwen, doorstikken. Op zich is het wel knap, dat zeg ik je eerlijk. Man heeft niet op zijn geweten, jongens. Hoe kan je zo schrikken van een kaarsje? Man werd gek. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, die was er niet van gediend. Oh? Zo, niet zo toch. Papa denkt, nee joh, ik ga gewoon weg. Maar hij laat ze zo gewoon achter. Hier, let op. Hey, handen op de rug, weglopen. Niet zo toch. Net al iemand met een oog. Nu iemand met een misschien iets te grote voorhoofd. Waar wil je mij naartoe laten gaan? Goed, laten we luisteren wat hij te zeggen heeft. Hij heeft vast veel ideeën. In jouw goede real chomo namtlanje. Hij haalt bij auto, hij pet ze, hij wil je laaien. Hij pola lompok, hij spring pok. Ik wil niet lachen, jongens. Ik wil niet lachen. Ik versta hem niet. Ik weet niet waar hij het over heeft. Maar ik probeer gewoon te luisteren en kijken of ik iets kan opvatten. En vervolgens haalt hij een rugby erbij. Ja, maar dit is toch... Dit is... Niet zo, toch? Ik vraag me af waar hij het over had. Maar ja. Beste spar in de wereld. Wil ik zien. Amateurvoetbal. Oh, hij legt het uit. Ja, leuk. Zo, dit is de meest illegale party die ik ooit heb gezien. Gewoon drie matjes die op de tribune zitten. Die eens een tv'tje hebben. En hij gaat weer terug. Ja, prachtig dit. Hiervan kan ik genieten. Blood got 2 degree burns. Bro, oh, what nee. Is that? Is that spaghetti? Maat, dit ziet er al veel te heet uit. Ja, ik ken het gevoel, man. Ik ken het gevoel. Ik ben iemand die ook echt heel heet kan eten. Niet per se heet als in pittig, maar echt heet als heel...
Het kan net de magnetron of uit de pan komen en ik stop er al mijn mel in. Daar moet je ook jaren voor trainen, omdat je zo gierig bent voor eten. Maar net zoals met dit soort gerechten, dat is bijna niet te doen, man. Dan hebben jullie wel eens bijvoorbeeld een te hete kaasvlees gegeten of zo? Die gaat kapot. Of zo'n... dat doet ook pijn, hè? Hebben jullie dat ooit gehad? Dat heb ik ook meegemaakt, man. Dat je zo'n aardappel eet en dat die heel langzaam door je keel heen glijdt terwijl die te heet is. Jongens, vechten voor leven is dat. Oké, man die staat te bellen. Kat die springt. Ja, dat doet pijn. Dat zo... ik zou ook zo... Maar ik vind het niet eens grappig. Ik vind het niet eens grappig, man. Ik heb bijna zelf pijn in mijn rug. Maar jongens, de koptelefoon is weer af. En dat betekent dat we zijn bij het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Vergeet niet te liken, te subscriben. En dan zie ik jullie bij de volgende. Ik hou van jullie later. Skuda!